Tja, ik zit even met de camera, want volgens mij zien jullie mijn printer beter dan mij. Dus even bijstellen hoor, even, ja, dat had ik van tevoren moeten, I know, maar ja. Zo, even zo, kijken hoe dat gaat. Zo, ja, dat is wat beter. Nou, dit lichtje uit, geef vast licht. Goedemiddag, ja, 30 seconden, verspeeld, maar wat maakt het uit? De eerste shot, ja, dat is leuk, want dat is Bono als babytje, de aanstaande vader van het nest dat we gaan verwachten, want dit gaat ook een klein beetje over de doodles, de medium doodeltjes en ja, we verwachten dus een nestje. Ik ga ook een beetje proberen dit hier op de shot te blijven continueren, de filmpjes te maken. Dat wou ik ook verteld hebben. Aan de andere kant, ook voor vandaag, we gaan de herfst in. We hebben het al vandaag hier in Lutte een beetje gemerkt, wat buitjes, terwijl we geen regen zouden krijgen, maar we hebben toch wat buitjes gekregen. En wat doe je dan als je denkt, ja, ik wil toch eigenlijk niet wassen, ik wil wel dat die lekker ruikt, dus ik wil nog even visite bij iemand en dan mag de hond lekker mee. Nou, dan heb ik hier heel erg lekker de vachtspray. En dan krijg ik toch dus de vachtspray groot. Ik zal hem laten zien. Kijk, zo. Vachtspray groot. Nou, ik doe het helemaal scherp stellen. Nou, in ieder geval, de vachtspray groot. En wat doet die nou anders ten opzichte van de parfumpje? Nou, de parfumpje is echt lekkere etherische olie. Met wat magertjes, laat ik het maar zo zeggen. Ingrediëntjes om wat de vacht te hydrateren. En that's it. Moet je ook niet meer van verwachten dan alleen een hele lekkere lange geur die lang blijft. Zeker als je nat doet, dat die ook weer terugkomt. Maar echt de vachtverzorging, nee. En dat doet de vachtspray wel. De vachtspray die ik je net liet zien, dit flesje, die doet, dus de vachtspray groot is, die doet echt de vachtverzorging. Elk haartje op zich, elk schubje op zich, dan zeg je ja, hartstikke leuk. Wat schiet ik daarmee op? Nou, dan schiet je het volgende mee op dat je gewoon geen klitten krijgt, dat je geen doffe vacht krijgt, dat je in een natuurlijke ritme komt van de haar afbreken, vervangen van haren. Want dat weten wij mensen wellicht niet. Wij mensen hebben eenvoudig haar, hè? Als je dat prikt, dan zit het vast. Nou, bij de hond is dat anders, althans sommige vachten, enkelvoudige vachten daarna gelaten. Maar dat verhaart dan steeds. En wat zie je dan wanneer je de vachtspray gebruikt? Dan wordt die ruitperiode echt aanzienlijk korter. Dus het waren wel wat heftiger. Maar je bent er veel sneller doorheen. Dus je hebt veel minder haren in huis rondvieren. Je hebt geen hondengeur. Want hij verwijdert alleen het vel, niet de jas van de hond. Het is volledig natuurlijk. En je zal merken dat wanneer het een half lange tot lange vachten, dat het makkelijker doorkambaar is. En hoe kan dat dan? Nou, alle weerhaakjes die uitstaan. Normaliter een onbehandelde vacht. Die worden nu gesloten. Nou ja, datgene wat glad is, ja, daar kom je natuurlijk heel makkelijk doorheen met een kam. Een simpel verhaal, dat is het ook, een simpele oplossing. En dat hangt natuurlijk met jullie vandaag, jawel, daar is ze weer, onze Sascha, met jullie delen. En ik probeer al een kortingscode erin te krijgen. Ik ga zo meteen, als het afgelopen is, nog een keer proberen. Want dan heb ik speciaal voor jou de vachtspray voor iedereen die dat ook wil en die zegt van ja, luister, ik wil gewoon geen stinkende hond in huis en ik wil een verzorgde hond. Ik wil een vak die geoptimaliseerd is zonder klitten. Dan zou ik zeggen, meteen ervoor gaan en dan gaan bestellen. Oké, dat was hij weer. Tot de volgende keer.